De bevoegdheden van politie en justitie zijn zo goed als eindeloos. Ja, politie en justitie hebben legio bevoegdheden. Hè? Je ziet nu in de media wel een discussie verschijnen of ze mogelijk nog meer bevoegdheden moeten hebben. Maar goed, als ik een opsomming ga houden, zitten we hier over een paar uur nog. Dus laat ik dat niet doen. Ik denk dat de meest belangrijke bevoegdheden zijn om te weten, is natuurlijk het staande houden, het aanhouden en ook het doorzoeken van woningen en bedrijven. Maar de politie mag meer. Denk aan infiltreren, denk aan opnemen van telecommunicatie, denk aan observeren. Dus Big Brother is watching you. Kan soms zomaar dichtbij komen als het echt om serieuze strafbare feiten gaat. Zijn er consequenties als politie of justitie te ver gaat? Ja, wat gebeurt er nu eigenlijk als politie en justitie dingen doen die ze niet mogen? Tenminste volgens de wet niet. Vroeger, in een lange tijd geleden, werd heel snel gezegd, nou is een vormfout. Zaak gaat kapot, verdachte vrij, zaak opgelost. En er zijn veel, nou, zeker advocaten die al wat langer meegaan, die daar naam en faam aan te danken hebben. Maar in deze tijd gaat dat, voor verdachten helaas, echt anders. Wat we nu zien, en zo staat het ook in de wet en de jurisprudentie genoemd, natuurlijk kan en mag een rechter consequenties verbinden aan het overtreden van bevoegdheden. Dus in theorie zeg ik ja, er zitten consequenties aan. Maar de praktijk laat zien dat het heel vaak anders loopt. En zo anders dat de meest vergaande maatregel, dat is het niet ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie, wordt eigenlijk zo goed als nooit meer uitgesproken. Dus ik wil ook niet zeggen dat politie en justitie een carte blanche hebben, maar het gaat echt wel een heel eind die kant op. Er zijn voorbeelden bekend dat met medeweten van officier van justitie de verdachte is mishandeld om hem aan het praten te krijgen. Dat heeft geleid tot strafvermindering. Maar heel veel verder dan dat gaat het over het algemeen niet, helaas. Wat moeten we hiervan leren? Nou, wat je ervan moet leren is dat je dus goed moet opletten. Nogmaals, ik zeg niet ze hebben een carte blanche, maar ik zeg wel ze doen heel veel, maar ze mogen niet alles. Dus check het even voordat je documentatie geeft. Check het even voordat je, nou ja, gewoon omdat je denkt dat het wel kan, een verklaring bij de politie gaat afleggen. Laat je informeren zodat je weet wat je rechten zijn, maar ook wat je plichten zijn. Wordt u als ondernemer of wordt uw onderneming aangemerkt als verdachte? Wij helpen graag.